Gerard met zijn team er toch weer in geslaagd is om in korte tijd een hele mooie, bijzondere expositie neer te zetten. En daar heb ik heel veel waardering voor. Allereerst voor Gerard en zijn vrijwilligers. Maar ook hadden we dit keer 3 extra vrijwilligers die heel veel werk hebben verzet. Namelijk Jean en Johan Fickert en Koen de Hegler. En vrouw Koen heeft zijn creatieve brein hierop losgelaten. Een applausje voor al die mensen die dit weer mogelijk hebben gemaakt. Welkom dames en heren, welkom op deze opening van het Huis van Cartoon en Nu met een expositie over de haven van vroeger en nu. En zoals u op dit moment ziet zijn de bouwvakkers druk bezig om de haven aan te leggen. Wat gestaag zijn voortgang vindt en iedereen krijgt er steeds meer beeld bij hoe het er straks weer gaat uitzien. En als relatieve nieuwkomer heb ik natuurlijk nooit geweten hoe het er vroeger uitzag. Maar mogelijk zijn er onder jullie nog wel mensen die weten hoe het er vroeger wel heeft uitgezien. Hoe de haven er vroeger wel bij lag. En als het goed is gaat het daar niet op lijken, het wordt wat moderner. Maar hij komt wel op de oude plek weer terug. En dan is er weer een verbinding in het centrum met het water. En Almelo en water die hebben wat met elkaar. Ik denk dat water eeuwenlang hier karakteristiek is geweest voor de binnenstad. En voor de hele stad. En het maakt Almelo onderscheidend. Want straks hebben we 3 bepalende steden in Twente. En er is er 1 stad en dat is Almelo. En die heeft het water en de haven weer terug in de binnenstad. Water heeft ook een aantrekkingskracht op mensen. En ik heb de afgelopen dagen, afgelopen maanden echt gemerkt dat mensen hier komen kijken naar de voortgang van het werk. En heel erg nieuwsgierig zijn hoe het er nou straks gaat aanliggen. De aandacht van de haven is een duurzame investering in de stad. We zijn weer met elkaar aan het bouwen aan de stad. De kwaliteit van de binnenstad moet omhoog, de leegstand moet weg. En de mensen moeten Almelo weer weten te vinden als een belangrijke stad voor de regio waar je gezellig naartoe gaat om te winkelen en om het Huis van Cartoon en Nu te bezoeken.